Hello. Okay, never mind that. Hallo! Hallo en welkom naar een nieuwe video waar ons vruchtenslaai gaan maken. Jam, jam, jam. Cornel, hou jij van vruchtenslaai? Ja, waar? Het is van nou. Oké. So, ons gaan vruchtenslaai maken, zoals jullie zien. En ons gaan eerst beginnen met. Ons gaan. Ik denk wel niet. Weer! Oké. Zoals je kan zien, als klaar draaien, als het bij die wasbak gaan afspoelen en als klaar een beetje arbeien. Mm. En dan is die volgende, die pisang. Pisang? Ja, ze skil dit eerst, want Cornel is ook niet van die skillen, nie. So, ons gaan. Nee, nee, ik wist dat ze van die skillen van. Ja, wat? Vooral voor je ouders om dit te doen, want zelfs ik. Ik kan het niet lekker doen. Nie. So, moet niet mijn voorbeeld volgen. Ik heb mijn vinger al een paar keer gesnijd. Dat is niet goed. Nie. Ik denk dat is genoeg pisang. Nie, ja, nee. Die volgende ene is wat je kan zien: zuurlemoen. Ja, Cornel, ga jij happy vat? Wat zal dit aan mij doen? Dat zal niks zijn. Ja. No! Waarom nou? Oké dan. So, wat we gaan doen is, we gaan dit net so een snijkje ingooi. Want het hou die vruchten fris. Ek praat nonsens, maar dit is niet die punt nie. En dan gaan ons naar die nak. Wow. Wat maak ons vandag hier zo? Wat maak vruchten slaan? Ja, ik denk dat we dit eens neerzetten. Is dit niet als niet te leer van Jesus nie? Hoe kom doen jullie vruchten slaai? Ik weet het niet. Ik was honger. Oh. Ja. Okay. Wel, baie welkom. Niet dat je vandaag zo vruchten slaai nie. Oké. Weet je wat, hè? Ja. Narki laat ik denk aan een vaas. Ek is een vaas? Ek is een vaas. Ek het speciaal kwijt die vaas. Oké. Nee, dat is niet die vers nie. Maar dit staan, dus wel terug in die geest. Maar dit is nie die vers nie. Ahaha! Dat is hy. Oké, kyk hierso. So, Galasiërs 5 vers 22 tot 23 sê die volgende. Cornel, lees om. Die vrug van die geest daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouwheid, nederigheid en selfbeheersing! Wat dan, Michel? Dat is so nie selfbeheersing. Oké, so, hoe laat my denk aan een vrug? So, ons het een klomp, daar staan die vrug van die geest. Allemaal staan. Maar nou, hier is die ding. So, die vrug van die geest is amper soos een narkie. Oh, ja! Ek verstaan nie. Kom, ek verduidelik vir dit. So, die vrug van die geest, want eindelijk dit begin by een ding. En als je de duiding begin, dan kom je aan de dele bij. So, die vrug van die geest, ons in die naakie, is liefde. Als begin bij liefde. Oké. Ja. So, als daar liefde is voor mensen, dan ga je zeker goed wil doen. En als je lief is voor jullie, ga je zeker goed wil doen. Ja. So, als begin bij die naakie. Dank je, Bishan. Naakie. So, die vrug van die geest is dus een naakie. Begin bij liefde. En als ons lief is. Daar skul sy dit. Jyre, ons skul die naartie. Cornel, nie die skulle eet nie, dit is nie. Wow, jy vind die skulle nie. Nee, ek hou van nie. Wie sang skulle, maar naartie skulle. Goed, so nou, ons het ons naartie geskul. So, het begin bij liefde. Alles begin bij liefde. Alles begin bij liefde. Ja, en dan maak dit wat ek seker goed wil doen. So al die ander goed wat ons geleer van die vrug van die gees is. Geduld en vreugde en vriendelijkheid en al die goed. Dit maak deel, alles maak deel uit van die vrug van die gees. So dit is een ding, want het begin bij liefde, dat het bestaan uit verskillende goed, soos verskillende skyfies. Bestaan, ja. So dit is, dit begin bij liefde, dit is die belangrijkste ding, ons moet onthou, dit begin bij liefde. So ons gaan een bietjie vir julle bietjie vertel van die vrug van die gees hierdie ruk. En dat is so baie goed dat ons kan leer. En dat is alles verduid heeft en onthou. Dus een vrug en het begin altijd by liefde. Omdat ek lief is vir die Here, omdat ek 'n kind van die Here is, wil ek hierdie goed doen. Dit is nie altijd baie makkelijk om te doen nie, maar ons gaan het regtig probeer doen, dat ons is lief vir die Here. Ek het nog een vers daar. Wie sal geef my die vers? Wat vers? Die vers sê,
dit sê precies die volgende. Dit is in Johannes 13, vers 34 tot 35. Een nieuwe gebod gee ek vir julle. Dit is een nieuwe opdracht. Dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. En Jesus is aan die kruis van ons gesterf. Dus hoe lief hy vir ons is. Nee? So, julle moet mekaar so lief hê, soos ek julle lief gehad het. Hieraan sal allemaal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. So, as ons wys dat ons liefde het, Richard kom wys dat ons liefde. Ons wys dat ons... Social distancing. As ons wys dat ons liefde, en ons probeer hierdie dinge doen, dat ons gaan leer, dan gaan ander mense kan sien ons as kinders van Here. En dis wat ons gaan doen. So dit is waarom ons moet onthou, begin by liefde, dat is toch net verskillende dele. Verstaan jy dit wat jy gedoen het? Oké, so dit is toch nou, waarom daar het recht te sla is. Jees, ek gaan ek nou gaan eet. Nee, dit is myne! Ek soek het! Oké, en dan sal ons sê bye, en tot volgende keer, en gaan terug te sla eet.